Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik wil het even hebben over mijn opa en mijn oma. Die hebben altijd een winkeltje gehad op de Kogelbeek. En dat is ook altijd heel bijgebleven. Dat is mij altijd heel bijgebleven. Eigenlijk, dat herinner ik mij nog altijd zeer goed natuurlijk. En mijn oma is natuurlijk al jaren gewoond. Mijn opa is gestorven in 2003, denk ik dat was. 2003. Ja, 2003. Maar mijn opa zat ook altijd op de markt. En de markt, dat is ook altijd iets waar heel veel mensen veel verhalen rond hebben. Vragen, maar die zich natuurlijk niet stellen. Want ik heb natuurlijk niemand gevraagd om die vraag te stellen. Maar de markt, dat is eigenlijk wel heel speciaal. Eigenlijk, mijn opa heeft eigenlijk bijna heel zijn leven op de markt staan. Jullie weten misschien, de oude kijkers weten dat misschien wel, dat ik ooit aan mijn oma heb gevraagd om het verhaal te vertellen. Mijn oma heeft helaas de kans niet gehad om het verhaal ooit te vertellen over opa en oma. Mijn mama heeft dat ook gedaan toen een keer. Dat was een van de laatste video's waar ze echt vertelde over mijn ouders eigenlijk. Dat zijn mijn opa en mijn oma eigenlijk. En ik vond het wel speciaal eigenlijk om het eens over te hebben eigenlijk. Omdat ik denk wel dat er heel veel mensen hier deze video bekijken en die zoiets hebben van ja, we zijn ooit nog in dat winkeltje geweest. We zijn er ooit nog pyjama gekocht of zakdoeken of handdoeken. Dacht ik van laten we daar gewoon een video over maken en over vertellen eigenlijk. Ook omdat ik dat wel leuk vind om de geschiedenis eigenlijk ook wel een beetje leven te houden. Het winkeltje noemde gewoon De Waal. De Waal, dus gewoon van elkaar. En het winkeltje was natuurlijk ook een big bij 59, maar nu iets anders gebouwd is, want het winkeltje is zelf helemaal bestaat niet meer. Het winkeltje is echt afgebroken eigenlijk. Ook wel dat het geschiedenis had voor heel veel mensen, want eigenlijk als ik op straat rondloop en er heel veel mensen die me aanspreken, hoe is het nu met de oma? Ik denk dat nu meer mensen beseffen van ja, ze is er niet meer, want het winkeltje is echt afgebroken. Maar er zijn toch nog wel mensen die echt wel vragen stellen, want ja, ze gaan ook in het huis zitten. Dus, en dan krijgen we heel veel vragen daarover eigenlijk. Dus ik ga eens kijken of ik de foto niet vind van het winkeltje. En dan ga ik hem eventjes laten zien. Zo, ik heb de foto gevonden. Hier is de foto. Ja. Dat is de foto waar dat dus het huisje altijd heeft gestaan. Echt wel super leuk eigenlijk om daar nog een foto van te hebben. Helaas heb ik geen foto waar die apart staat. Toch op het eerste zicht dat ik zoek. En dat was op de Kokkebeek. En mijn oma en opa hebben daar altijd gewoond. Dat was ook een winkeltje. En dus van onder was dan de winkel. En daarboven woonden ze dan altijd. En dus ze verkochten pyjama's en nachtkledij eigenlijk om aan te doen. Ook voor ze van de schorten voor als je wilt kuisen. Mijn kat is nu aan het lekken. En ik ben altijd met mijn opa eigenlijk in de winkel gestaan. Al niet altijd, maar als het vakanties was of ik ging daar eventjes naartoe, dan stond ik eigenlijk ook mee in de winkel. Want ik wou eigenlijk ook altijd een beetje een winkel beheren eigenlijk. En dan zei hij tegen mij van ja, de zakdoeken die zijn 100 frank. Het was nog frank, nu betalen we euro, maar in die tijd betaalden we bij frank. En dat vond ik eigenlijk wel speciaal eigenlijk, dat ze zei eigenlijk. Hè. Nu is dat €2,50 voor de jonge kijkers. Toen was het dus 100 frank. Om mee te betalen. En dat winkel was echt heel succesvol, want heel veel mensen kwamen daar ook een pyjama halen voor hun kindjes of voor de volwassenen personen. En dat is ook zo'n hele grote toog zo eigenlijk. Waar dat eigenlijk altijd, was echt een bruine toog als je binnenkwam. En dat was altijd heel leuk eigenlijk. Oud, maar ook wel leuk eigenlijk. Niet zo'n moderne winkel dat je ze allemaal kent, maar nu is dat gewoon mijn kassa. Maar dat was echt met een toog, zonder een kassa of zo, gewoon een toog. En dat is eigenlijk, zie je dat nu niet meer veel, want nu veel moet je intypen. Je moet heel veel de kassa's ingeven, kost zoveel of je wordt gewoon gescand. Wat eigenlijk het meeste wordt gedaan, maar dat was echt zo, echt nog zo lekker in de oude tijd. En dat was echt wel leuk eigenlijk. Maar mijn opa die stond ook op de markt in Antwerpen, in Sint-Niklaas, in Beveren denk ik ook wel. En dat was echt ook wel heel leuk eigenlijk. Ik denk dat hij daar ook wel heel veel mensen heeft ontmoet. Ik denk ook als je zo op de markt staat, dat je dan ook heel veel
mensen leert kennen, eigenlijk andere marktkramers, dat je ook elkaar een beetje weet wie dat je bent. En hij verkocht dat gewoon, ook gewoon hetzelfde eigenlijk, gewoon juist hetzelfde met opa, met oma. Had dat eigenlijk juist hetzelfde. In weer en wind, je moet je dat voorstellen, je vertrekt om 4 uur om naar een markt te gaan, om op te bouwen, om het allemaal in orde te zetten. Dat is allemaal, nu is dat eigenlijk heel simpel, nu heb je gewoon zo'n kabinet, een vrachtwagen, je plooit die open, op, dat staat daar. Maar met mijn opa was dat dus niet zo, dat was echt met houten planken, met dingen allemaal, ik noem het dat eigenlijk zo, hoe noemt dat, dat weet ik niet echt, met zo nog een zeil erover, voor op de markt te staan. En ja, dat was echt wel uniek om te zien eigenlijk. Ik weet niet of ik er een foto van heb, normaal gezien wel. Dat was echt zo, nog echt zo eigenlijk in de oude tijd eigenlijk, hoe dat de markt eigenlijk ontstaan is eigenlijk. Niet veel, maar ze hadden eigenlijk zo gewoon planken om eigenlijk van alles te verkopen. En dat moest ook niet zo heel veel, dat kostte misschien nog meer denk ik dan als zo soms. En dat vind ik... En dat was er echt als het regent, je moet je voorstellen, het regent. Dan sta je echt, moet je echt zien dat het niet al nat wordt en zo. Dus ik denk dat wel heel speciaal moest zijn eigenlijk. Ik weet, ik vertel misschien niet zo lekker wat mijn oma zou vertellen, maar de geschiedenis weet ik wel dat dat een beetje intact blijft eigenlijk. En dat was zo'n heel groot kraam eigenlijk. Groot en niet groot. En dat was echt verkopen. Dus echt proberen om zoveel mogelijk verkopen. Ik zeg het, ze hadden echt wel heel... Ik zie dat de garage open staat, dat is niet zo goed. Dat gaan we hier kan je het beter zien. Ik heb een foto gevonden. Ja, die fiets is niet van mij. Maar hier kan je het eigenlijk al beter zien. Dus hier zie je echt, hier was dus, dus de etalage. En hier was de voordeur. Eigenlijk. En dat is echt juist naast de beenhouwer. Dus hier was de beenhouwer. Beenhouwer, die er nog steeds is. En dit is het huis waar dat ze dus wonen eigenlijk. En woonden. Eigenlijk. Dus. En hier op de bovenverdieping, dan woonden ze daar. Dus eigenlijk alles wat hieronder is, is eigenlijk allemaal winkel. Dus dat je goed kunt zien. Dus. Mensen van Sint-Niklaas zullen zeggen: oh, wat leuk om dat nog eens terug te zien. Ik ben nog altijd een foto aan het zoeken van het marktkraam. Want mijn broer heeft er eentje staan. Thuis, echt zo, dat... Mijn opa, hij belt terug. Wacht even. Hallo, ik had even een vraagje. Zou je even je kraam eens kunnen trekken van opa? Oh, dat komt wel op, ja, verwacht niet. Want ik ben er nu, allee, we zijn nu aan het vloggen. En ik wilde graag een verhaal vertellen, maar ik vind de foto niet terug. Dus dan kan je daar misschien eventjes een foto van maken. En als je dat binnen 5 minuten doorstuurt, is dat goed, hè. Dat is eigenlijk alles. Dus... alvast bedankt. Ja, zo. Hij belde juist op dat vlak. Dit is opa, hoe hij er stond. Aan zijn kraam eigenlijk. Dat hadden ze toen aan eigenlijk. Dat is wel speciaal eigenlijk. Dat hadden ze eigenlijk wat aan. Dus dan heb je echt het voordeel. Zo'n schort eigenlijk. Aan eigenlijk. Ik vind dat wel speciaal eigenlijk. Zo'n schort aan. Eigenlijk om er te staan. Ik zeg, het is allemaal een beetje nagemaakt geweest door mijn papa. En dat was een klak die ze vaak aandeden eigenlijk. Dus wel speciaal eigenlijk. En ik zeg het, hij stond altijd in Antwerpen en Beveren en Sint-Niklaas. Misschien nog ergens anders op markten dat ik niet weet. Want ik zeg het, die mensen leven niet meer. Dus je kunt het ook niet vragen. En mijn mama zal iets meer van weten. Maar ja, die is ook gestorven. Dus is niet zo heel makkelijk om daar eigenlijk wel een verhaal over te vertellen. En dat was echt van die handdoek, echt wel die streep, de handdoeken kent ze allemaal wel. Iedereen is er wel in zijn huisje, heb je altijd wel ergens gestreepte handdoeken. En ik denk dat de kind in de foto heeft doorgestuurd. Voilà. En, heeft ze heel goed gedaan. Dat is dus het kraampje, in miniatuur eigenlijk, hoe het er vroeger eigenlijk uitzag met mijn opa. Dus dat is zo'n beetje het kraampje. En je ziet ook al zijn eigenlijk houten planken, met daaronder... ja, hoe moet ik dat zeggen, schaven, of weet dat denk ik. Dit was met 50 jaar, toen mijn opa 50 jaar op de markt stond, hebben ze mijn papa dit kraampje gemaakt. Toen waren we een beetje doeken, maar omdat dat heel veel stof aantrok, heb mijn broer zwarte doeken opgedaan. En dat is eigenlijk een beetje de miniatuur eigenlijk van het kraampje dat mijn opa eigenlijk altijd op de markt stond. En je kunt ook zien,
dat het eigenlijk niet heel groot was. Je moest er dus met twee staan, eigenlijk. En ja, het heeft wel een hele geschiedenis, eigenlijk. Ik denk dat dat ook wel, moesten ooit een, ik denk dat ook heel veel mensen daar wel over kunnen meeklappen. En die verkocht dus echt inderdaad alleen maar handdoeken, schorten en de dingen die ik al opgenoemd heb. En zo stonden ze dus op de markt. Dus je moet je voorstellen, als het regent, dan had ze natuurlijk wel dikke pech. Want ja, nu hebben ze allemaal meer luxe eigenlijk dan ervoor. Je hebt wel marktkramen, die ze nog wel hebben eigenlijk. Dus echt van die planken erop liggen. Maar je hebt ook van die mensen waar ik nu al zit, dat is echt een hele vrachtwagen dat er aankomt. Dat doen ze open, ze klappen dat ook open. En dat is het ook, hè. Dus hier kun je nog beter eigenlijk. Hoe het eigenlijk allemaal een beetje aan toe ging eigenlijk. Dat is ook denk ik ook wel mijn waspelden, alles ophangen. En van die ja, eigenlijk zo'n ding eigenlijk allemaal. Dus denk ik wel dat heel veel geweest zijn. Veel luxe hadden ze niet. In die tijd, je moet je dat voorstellen, als je vroeger, als je heel jong, nog jonger was. Als je dan op de markt moet staan eigenlijk en je hebt alleen maar die planken en het begint te waaien, ik denk niet dat het heel makkelijk moet geweest zijn, denk ik. Ik denk dat dat heel veel moet teweeggebracht hebben. Ik denk dat ook wel soms met mijn schrik op de markt stond eigenlijk. Kunnen we ons nu eigenlijk allemaal niet meer voorstellen eigenlijk. Ik denk dat er heel weinig marktkramers het op die manier doen. Er zullen er wel nog zijn die zoiets hebben van wij doen dat op die manier, maar ik denk niet dat er nog heel veel mensen dat hebben eigenlijk. Ik denk het niet. Ik denk dat er heel veel mensen nu al echt wel moderne technologische gebruik, ook zo'n kassa. Dat toen nog zo ja, in houten dingen was. Ik weet dat niet, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren eigenlijk. Dus, en dat ook heel veel georganiseerd op de markt eigenlijk. Als je op de markt stond, er was ook altijd wat iets te doen. Like als de periode van Sinterklaas was, dan liep Sinterklaas daar met zijn Pieter rond. Hij zal het zo antwoorden, want ja, ik wil geen. Maar ook. Bijvoorbeeld als jij daar met Pasen, liep daar een paashaas. En je kon de markt echt helemaal altijd teken. Heel veel marktkramers ook. Dat je echt zo denkt van waar moet je naartoe. Nu, als je nu kijkt naar de nu marktkramers. Dan is dat altijd niet zo heel vol meer. Dat is nu met de corona eigenlijk heel veel te maken. Maar de markt stond echt helemaal vol. Helemaal. Dus en dat is echt wel heel leuk om te zien eigenlijk. Heel leuk. Ik vraag me af, hebben jullie ook zo iemand in de familie die een marktkramer is? Of die op de markt, of dat je zegt van ja, ik ga heel veel naar de markt of zo. Of ik ken je opa of oma. Laat me ook even weten hieronder in de comments. Want dat is wel leuk eigenlijk. Het zou nog leuker zijn, moest ik echt wel verhalen hebben van mensen die mij dat kunnen vertellen. Die zeiden van kijk, ik wil daar echt wel over vertellen. Ze hoeven daarvoor niet in beeld te komen. Maar gewoon het verhaal kunnen vertellen en kunnen opsturen via mail of het verhaal via Facebook kunnen sturen of zo. Zodat ik kan zeggen van kijk, dat hebben die allemaal meegemaakt met mijn opa en oma toen ze op de markt stond of als ze in de winkel kwamen. Dus ik denk dat ook wel heel veel mensen gepasseerd zijn ooit aan de winkel. Want ik zeg het, winkel, nu nog als ik buiten kom, zijn er heel veel mensen die aanspreken. En je oma was wat dit en je oma dit en opa dat. En dat vind ik ook wel heel leuk. Het winkeltje noemt ook gewoon De Waal. Dus gewoon de E-W-A-E-L. Je hebt in de Hofstraat ook nog De Waal. Die verkoopt zo pyjama's, BH's en alles. En dat is ook eigenlijk familie van ons. Dus de winkel is al meer dan 100 jaar. Dus kun je voorstellen hoe de geschiedenis. Ik denk dat dat nu al 101 jaar is zelf of 102 jaar. Hoe het eigenlijk allemaal loopt, eigenlijk, die geschiedenis. Hoe lang dat sommige winkels eigenlijk bestaan eigenlijk. Dat je eigenlijk niet kunt indenken dat dat gewoon bestaat. Ik denk dat de helft van de jeugd het eigenlijk allemaal wel leert op school en zo. Maar die geschiedenis die je van de familie hebt en die je kunt voortvertellen, is eigenlijk nog altijd het mooiste wat je kunt vertellen eigenlijk. En ik wil het ook wel een beetje in ere houden eigenlijk. Omdat ik eigenlijk veel respect heb voor mijn oma en opa. Omdat ik echt wel iets heb van, ze hebben het maar gedaan. Wij zijn al blij als we nu naar de winkel kunnen gaan zonder de corona. We hebben er echt heel veel verschillende voedsels. Wij kunnen echt zeggen van dit moeten we hebben, dat moeten we hebben. En je hebt het op één plaats. Vroeger denk ik niet dat dat zo was. Ik denk dat je vroeger wel heel veel dingen moest doen
voordat je er eigenlijk iets had eigenlijk, om te kunnen eten eigenlijk. En dat is eigenlijk iets wat mij altijd bijblijft en waar ik ook altijd heel trots op ben. Want mensen klagen nu eigenlijk allemaal wel van dit of dat en niet goed en ginste. Maar als je eens kijkt hoe dat zij dat hebben moeten doen en moeten overleven hebben, denk dat dat wel heel speciaal moet zijn dan we nu leven eigenlijk. Dus het is niet altijd heel gemakkelijk nu, dat weet ik ook. Maar ik ben er wel heel trots op eigenlijk, dat ik dat kan zeggen en kan vertellen. Dus ja, weet u iets meer, laat me even weten. Ik heb geprobeerd om het te vertellen. Ik weet, ik kan niet heel veel vertellen. Ik was toen denk ik 7, 8 jaar oud, toen dat het eigenlijk allemaal was. De winkel is wel iets langer opengebleven, maar ik zeg het, als nu moest ik nu zeggen van mijn oma leeft toch, dan zouden we echt gaan filmen beneden aan ons winkeltje en dan kunnen we echt beelden laten zien. Er zijn wel beelden van. Ja, sorry hè. Er zijn wel beelden van, maar die staan op Kenny zijn YouTube, Kenny Bollard zijn YouTube. Omdat wij vroeger ook wel vlogs maakten daarover. Maar ja, ik zeg het, het is een heel geschiedenis waar we heel trots op mogen zijn dat hoe het eigenlijk allemaal loopt eigenlijk, want we hebben nu echt een even luxe, mogen we eigenlijk eerlijk zeggen. Maar ik ben echt heel trots op mijn oma en opa en ik hoop dat ik jullie daar iets bij heb kunnen brengen. Moest er nog vragen over zijn, mag je die ook gewoon onderstellen aan de comments. Die staan gewoon aan, dus daar kan je altijd over vertellen. En vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.